De Oranjemarkt en Boulevard of Dance gaan volgend jaar door. Ook als het niet past in het programma van Koningsdag. Dat zegt Henk Baks van het Oranjedagcomité in gesprek met. Veronderstel dat die stad ontzettend vol loopt. Nou, dan komt het punt veiligheid naar voren. Kun je dan ook nog een keer een Boulevard of Dance erbij hebben? Kun je Oranjemarkt houden? Als dat niet zou kunnen, is er best nog een escape. We hebben nog 5 mei. En 5 mei is volgend jaar, 1 keer in de 5 jaar, een feestdag. Okay. Dus dan zou je kunnen schuiven met sommige dingen. Bak zegt nog steeds niet te weten hoe het programma eruit gaat zien tijdens een bezoek van het koningspaar op 27 april. Het is ook maar de vraag in hoeverre zijn comité mee mag doen. Nou, kijk, normaal als je natuurlijk een koningsdag gaat organiseren, dan organiseert het Rijcomité dat, ja. Hè, samen met anderen. Nu zal het zo zijn dat uiteraard de gemeente en de gemeentes het zullen organiseren voor een groot gedeelte en dat wij onderdeel daarvan zijn. En meer niet. Hotels zouden inmiddels al zijn volgeboekt. Het hele gesprek met de voorzitter van het Oranjedagcomité is te zien in gesprek met en dat wordt woensdagavond uitgezonden.